Er is steeds meer vrevel over de aanhoudende stroom aan projecten over Weilen Anthony Kamerling. Critici vinden dat zijn geliefde Isa Hoes en zoon Merlijn Kamerling zijn tragische dood wel heel erg uitmelken. Zo is er nu weer een theatervoorstelling en een film gemaakt over zijn leven. Filmkenner René Mioch zat gisteravond in Show News om over de verfilming van Isa's boek toen ik je zag te praten. Hij merkt op dat Anthony en Isa in de film Sebastiaan en Esther heten. Ik denk dat Isa daar ook heel erg voor gestreden heeft, om, zeg maar, afstand te houden tussen het paar dat we kennen en de twee mensen die we zien in de film. Presentatrice Tooske-Ragas stipt aan dat veel critici zich afvragen of Isa echt zo terughoudend is. Maar dat lukt niet helemaal, want op social media is er heel veel te doen over deze film, en daar krijgt Isa het best flink te verduren. Ze wordt zelfs af en toe vergeleken met Rachel Hazes, als in je buitensituatie van zijn overlijden wel heel erg uit. René vindt het vervelend dat Isa als een soort Rachel Hazes wordt afgeschilderd. Ik heb dat ook allemaal gezien. Ik vind het wel ingewikkeld om dat te lezen, want ik denk op de een of andere manier zijn we met z'n allen getuigen van het rouwproces waar zij doorheen gaan. Dat gebeurt tamelijk in het openbaar, dat ben ik wel met je eens. Hij vervolgt: dan is er een boek en nog een boek en het gaat allemaal maar door, maar als ik hoor hoe dat morgen ook bij de première gaat, weet je wel. Ze wilde eigenlijk niet op het podium komen na afloop. Nu hebben ze haar toch overgehaald om te komen en ik denk ook dat het terecht is, want ze is de schrijfster van het boek. Collega William Rutte: zou dat door de kritiek komen? Dat ze denkt van: stap je terug. René, nou, ik denk niet dat wat er nu allemaal geschreven wordt, dat ze dat heel leuk vindt. Ik wil ook nog eens benadrukken: je moet je ook nog een realiseren dat heel veel van de reacties komen van mensen die geholpen worden doordat er gepraat wordt over dit onderwerp. De activiteiten van ISA vervullen dus wel een functie, zegt René. Ik denk dat zij daar ook een soort van aandacht voor gevraagd hebt, juist door er zoveel en open over gepraat wordt. Toch begrijpt hij de kritiek. Ik kan me die reactie soms wel een beetje voorstellen, want het is ook heel erg veel.